Dus de eerste keer dat ik live ga, dus ik hoop dat alles goed blijft gaan. Ik heb hier ook een andere camera nog aanstaan, zodat mocht het niet lukken, ik in ieder geval nog beeldmateriaal heb voor later online te kunnen zetten. Ik probeer zo de reacties in de gaten te houden. Maar ja, leuk. Spannend ook. Eerste keer. Maar we gaan ervoor. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne avond al hebben. Lekker weekend natuurlijk al voor velen van jullie natuurlijk. Maar we gaan dadelijk eens even kijken. Hè? Want ik heb natuurlijk een polletje online gezet. En ook met de vraag, heb je ergens een vraag over? Wil je ergens iets over weten? Of geef ook vooral aan of je... Ja, misschien dat ik hier met... Ik heb ook kaarten bij me liggen dat ik misschien een reading gewoon online geef. Laat het vooral weten. Dus even kijken, want hier krijg ik van alles in beeld. Ik zie dat er één iemand gereageerd heeft. Leuk, mochten er andere kijkers zijn, laat even weten dat je er bent. Hallo Nadine, leuk dat je erbij bent. Super gezellig. Er komen steeds meer mensen binnenlopen. Dus ik wacht nog even af wat er allemaal gevraagd gaat worden. Zoals ik al zei, hè, laat vooral weten waar jullie behoefte aan hebben vanavond. Of het een reading is of vragen die gesteld kunnen worden. Alles is mogelijk. We gaan er gewoon samen voor zitten. En kijken wat er naar voren kan komen. Waar je eventueel antwoord op kunt krijgen. Geef het maar gewoon aan. Er is ook straks al een energie-update naar voren gekomen. Die staat op YouTube online. Dus daar mag je eventueel ook dingen uit kunnen halen. Er gaat nog een engelenpoort komen. En de maanenergie komt er ook nog aan. Dus er is best wel wat aan de hand. Janine zegt graag een kaartje. Wil je ook een persoonlijk kaartje? Dat ik eentje echt afstem op jouw energie? Dat kan natuurlijk ook. Dan kunnen we daarmee aan de slag. Anders doe ik dadelijk gewoon beginnen met een reading. Ik krijg alleen de hele tijd in beeld dat ik slechte beeldkwaliteit heb. Ik hoop dat het voor jullie meevalt. Ik ben met mijn laptop aan het filmen. Dus Nadine zegt ook graag een reading. Helemaal goed. Zullen we gewoon maar lekker beginnen? Mensen die eraan bij aansluiten, die sluiten erbij aan. En anders is het gewoon zo dat ze later eventueel terug kunnen kijken. En er is verder geen moeten of willen of wat dan ook. Janine, zal ik straks voor jou een persoonlijk kaartje eruit halen? Of wil je hem eigenlijk nu al? Want dan pak ik er gewoon even al eentje bij. Even invoelen. Ik mag deze erbij pakken. Gaan we lekker beginnen. Nou, ik pak eerst even een... kijk eens. Deze vliegt er al gelijk uit voor jou, Janine. Even kijken. Keer naar binnen. Door naar je innerlijke stem te luisteren, krijg je nieuwe, heldere inzichten. Meditatie kan je daarbij helpen. Ik zal even een beeld brengen. Ik hoop dat je hem zo ziet. Dus deze is voor jou. Het is wel een hele mooie, hè? Want het is nu natuurlijk ook de tijd om toch weer even naar binnen te treden. Bepaalde elementen aan te kijken. Maar van de andere kant voelt het dadelijk ook wel dat jij meer ruimte gaat krijgen. Ik weet niet of jij veel in het bos wandelt. Of in ieder geval dicht bij de natuur met water of dat soort elementen. Dat kan jou ontzettend goed helpen om... Even, want ik voel dat jij iets meer mag ontvangen. Er zijn heel veel tekenen wat jou mag bereiken. Alleen bereikt het jou nog niet helemaal in jouw bewustzijn. Onbewust zit er al heel veel dat geactiveerd is bij jou. Alleen dat stukje mag nog komen. Dus dat is even jouw persoonlijk stukje. Maar we gaan eens gewoon lekker beginnen. Gaan kijken wat er allemaal op tafel kan. Hallo Ellen, leuk dat je erbij bent. Als je een vraag hebt, Ellen, laat vooral weten. Ik ga nu gewoon even een korte reading doen voor jullie. Als je vragen hebt, dan kan ik er altijd op reageren natuurlijk. Kijk eens. We hebben kaart 34, Door to Personal Healing and Happiness. Ik hoop dat jullie het met de verlichting een beetje zien.
De laatste weken zijn natuurlijk best wel intens geweest. Vooral vanaf januari tot met ja, nu eigenlijk. Er gaan ook nog wel wat weken aankomen, wat best wel intens is. Maar van de andere kant is dit wel allemaal om ruimte te creëren om naar die hogere trillingsenergie te gaan. Daar heb ik het al vaker over gehad. Negatieve gedachten of patronen, daar kun je doorbreken. En als we dat kunnen doorbreken door middel van healing of door middel van er echt op in te tappen en met bewustheid er ook iets aan te doen, dan kunnen we dat op gaan schonen. En dan kun je dus eigenlijk ook invoelen van oké, ik heb inderdaad ruimte, er is meer in het verschiet voor mij. En als ik daar meer mee bezig ben, dan kan ik dus ook echt nieuwe dingen naar me toe gaan halen. En die nieuwe dingen hebben te maken met, voelt voor mij emotionele stabiliteit, maar ook balans. En oh, hij loopt hier vast. Ik hoop dat het zo goed gaat. Alles is nu dus om jou verder uit te zuiveren. En we krijgen ook nog, de volle maan is nu dan in een ander teken, maar volgende maand in vissen. Vis is natuurlijk een waterelement. Dus vanaf nu tot en met ja, 2 maanden zijn we echt wel bezig met herstel, uitzuiveren, nieuwe diepgang creëren, nieuwe inzichten krijgen. En steeds meer mensen gaan dus ook inzichten ontvangen. En dan heb ik het al vaker over die synchroniciteit natuurlijk gehad. En dat is natuurlijk wel zo dat, dat het bedoeld is om dit ook in te gaan zien, maar ook te voelen. Hè? Want soms hebben we momenten van aha, of dat je denkt van oké, dit raakt me. Maar waarom raakt het jou? Als iets jou raakt of iets triggert jou, dan weet je dus ook dat er meer naar je toe kan komen. En je zit nu dus in dat hele proces. En dat is mooi, want kaart 34 is 7. Je wordt dus ondersteund vanuit het Engelenrijk. Hè? Dus er gaat echt wel heel veel naar je toe komen. Maar daar is dus nu de basis. Ik zie trouwens dat er alweer maar meer mensen aangesloten zijn. Allemaal vragen ze een kaartje. Ik zal eind van de stuk reading, zeg maar, de persoonlijke boodschappen doen. Geef dan gewoon even een gil als ik je niet op heb genoemd. Dan gaan we heel even hiermee verder. Groeiproces dus. We hebben dus aankomende week best wel wat intensiteit ook met de engelenpoort, de maanenergie. Best wel wat mogelijkheden wat er gaat komen. Maar kijk eens. We zitten niet voor niets op dit kanaal natuurlijk. We kijken niet voor niets naar deze video. Of je nu kijkt of op een later moment. Als deze video jou op dit kanaal jou nou gaat bereiken, dan is daar gewoon een hoger doel voor. En dat zorgt dus voor dat wij die connectie meer gaan leggen. Hè? Dat we meer naar die vernieuwing mogen waar ik het net over had. Maar dan wel dat je eigenlijk op handen zo gedragen wordt van oké, van het ene stukje naar het andere. En zijn er elementen wat als blokkerende energie in de weg staan. Nou, dan word je er overheen getild. Of je wordt ondersteund om dit ook aan te gaan kijken. En al die diepgang, al die intensiteit kan je dus nou best wel intens in jouw lichaam voelen, in jouw fysieke lichaam. Nu is het ook zo dat afgelopen week de Schumann-resonantie extreem is geweest. We hebben blackouts gehad, we hebben pieken gehad waarbij het echt uit het grafieke veld schoot eigenlijk. Dus Daar kun je echt hoofdpijn van hebben gehad, doodmoe zijn geweest. En dan als dat is, dan weet je eigenlijk al van oké, ik ben dus bezig met die uitzuivering. Ik ben bezig om naar die verhoging te gaan. En doordat je daar nu aan het doorlopen bent, zul je ook merken dat je soms gevoeliger voor sommige elementen bent. En als je gevoeliger bent, neem dan op tijd je rust. Pak vooral echt je ontspanning, want dat is echt wel belangrijk. Nu kan ik erover meepraten dat het niet altijd mogelijk is en dat het soms echt lastig is om je eigen bubbel even te pakken. Vooral hier hebben ze natuurlijk de carnavalsvakantie gehad, zijn de kinderen volop thuis geweest. En dan heb je af en toe echt dat je tegen het stukje aanloopt van dat je gewoon even, al is het maar 10 minuten, in je bubbel wil gaan. Zonder mama of dit of dat. En dat zullen jullie misschien ook herkennen. Maar probeer dan
Klinkt heel stom. Ik heb me gewoon teruggetrokken even op de badkamer. Ik ben gewoon daar even gaan zitten. Ik heb de kraan lekker opengezet. Dat het gevoel was dat ik visualiseerde dat ik even gewoon lekker geklenst werd. Je kunt natuurlijk ook gewoon zelf lekker onder de douche gaan staan. Maar dat zijn van die momenten dat je het gewoon ook echt kunt gebruiken. Hè? Dat het dan ook voor jou bedoeld is om even weer terug naar jouw kern te gaan. Want er is zoveel aan de hand. En juist nu mag je je eigen daar proberen nog sterker in te, neer te zetten. Ik groet even Marije, Astrid en Gardina. Leuk dat jullie er zijn. Mocht jullie vragen hebben, stel ze gerust. Eind van de video zal ik ook persoonlijke kaartjes nog trekken. Dus dan geef even een gil als ik je naam dan niet heb genoemd. Verder heb ik nog een andere camera hier staan. Mocht dit niet lukken, dan heb ik altijd beeldmateriaal die ik later nog op Facebook zou kunnen zetten. Voor nu ben ik dus gestart met de reading. Ik had deze twee kaartjes. Ik weet niet wie allemaal al gezien hebben. We zijn dus best wel bezig. Ik hoop dat je het ziet trouwens met de verlichting. We zijn best wel dus die diepgang aan het krijgen. Hè. We gaan naar een bepaalde stroming toe. Het heeft ook met de keelchakra te maken. Energie wat nodig is om ons, ja, ons uit te spreken, om de wereld in te gaan. Hè? Want die mensen die nu aan het kijken zijn, lieve mensen, jullie hebben gewoon allemaal een dubbele taak hier op aarde. En door die dubbele taak is het dus ook zo dat jullie meer shit over je heen krijgen als een normaal iemand. En normaal, ja, wat is normaal? Hè? Mensen die dus een tijdens hun reïncarnatie ervoor hebben gezorgd of gekozen om niet het moeilijke pad te kiezen, maar juist een makkelijke pad. Daar wil ik het eigenlijk, daar doe ik eigenlijk op. Hoi Ingrid, leuk dat je er ook bij bent. Er is dus zoveel aan de hand. Ik ga ook met de tarot dadelijk kijken. Ik heb hier verschillende decks klaargelegd en ik voel dat ik ook met dit deck aan de gang mag. Daar werk ik heel weinig mee, maar op de een of andere manier mag dat nu wel. We krijgen ook gelijk aartsengel Michael er al uit. Je werkt heel nauw samen met deze machtige engel. Hij zal je in deze situatie beschermen en begeleiden. Nu heeft aartsengel Michael natuurlijk het welbekende zwaard. Hè? Het zwaard om energetische koorden te doorbreken, patronen te doorbreken. En als we dit kunnen gaan doorbreken, kunnen we natuurlijk ook iets gaan loskoppelen. De energie wat de komende tijd er zal zijn, is om dit laatste stukje te ontkoppelen. Nu kan ik er zelf over meepraten. Ik heb natuurlijk hier op Facebook in de besloten groep gezegd dat ik als proefkonijn mee heb mogen helpen met de jegertherapie-techniek. En ik had al heel veel dingen losgekoppeld. Alleen kwamen we tijdens de therapie erachter dat er dus om mijn solarplex, waar ik eigenlijk altijd al nog iets voelde zitten, maar ik kon het niet een plekje geven, nog vast zat. En dat is dus met die therapie aangegrepen. En dat kwam omdat er vanuit het toxische stuk van hem elke keer dat stukje koord weer aangelegd werd. En dat voel ik dat dat ook bij jullie zo mogelijk kan zijn. Hè? Dan heb je zelf misschien dingen uitgezuiverd. Maar het kan zijn dat vanuit de andere kant weer een aanleg wordt gedaan. En als je dan het gevoel hebt van, oh, er zit weer iets. Of ik voel weer iets. Of er wordt aan mij getrokken, maar ik kan het eigenlijk geen plekje geven. Vraag dan of roep gewoon aartsengel Michael aan. En ga dan gewoon daar iets mee doen. Dit kan door middel van meditatie. Nu weet ik dat er op YouTube heel veel video's staan. Hoe je die energie met de geleide meditatie aan kunt pakken. Dit kan gewoon eigenlijk heel makkelijk. Voor iedereen is dit bereikbaar. Ook voor jou. De kaart komt er niet voor niks natuurlijk uit. Met mijn eigen ervaring daarin meegenomen. Soms zijn er dingen ook wat ik ga ervaren of ervaren heb. En op dat moment dat het dan ook in één keer in het collectief uitgebracht mag worden. Omdat dat voor jullie als ondersteuning is. Nu hebben we maak jezelf schoon. Vraag de engelen om alle giftige energieën die niet mogelijk, die je mogelijk in je hebt opgenomen te verwijderen. Nou, waar hebben we het over? Energieën die naar jou toe zijn gekoppeld, wat niet voor jou is, maar die dus ontkoppeld kunnen worden. Die toxische energie wat vrij mag komen van jou. Hè?
Aartsengel Michael, blijf daarin je voordeel doen. Hè? Als je dat ervaart of je voelt iets of je krijgt een trigger. Dan kan natuurlijk zijn dat iemand een opmerking maakt en jij denkt in één keer aan een proces terug van vroeger. Dan kan daar een onderliggend puntje nog liggen wat aangekeken mag worden. Nu is het zo dat we best wel vanuit bewustzijn dingen kunnen doen. Je hebt je onderbewustzijn en je hebt je hogere bewustzijn. En je hoger bewustzijn kan dingen veranderen. Je onderbewustzijn is intelligent en die kan in principe communiceren met je hoger bewustzijn. Dus als je daar de connectie in gaat leggen dat je dit kunt creëren, kun jij ook zelf dingen transmuteren. En je kunt het dus zien als een soort computerelement wat herprogrammeerd mag worden. Je gaat jezelf gewoon herprogrammeren. Alle shit en rotzooi, die kan dus verwijderd worden. En daarin kun je dus zeggen van oké, dit laat ik niet meer toe. Hier zet ik een firewall of hoe noem je dat toch op je computer. Dan zet ik er iets tussen, een beveiligingspoort, dat het niet meer mij kan bereiken. En dat is dus wat de komende tijd gaat komen. Je eigen cleansen. Ik heb het al vaker gehad hè, over Himalaya zout, voetenbadje in een bad met Himalaya zout. Elke dag een klein beetje water met een theelepeltje met Himalaya zout kan je dus intern ook reinigen. En die reiniging zal ervoor zorgen dat in jouw fysieke lichaam, maar ook in jouw energetische deel, opschoning gaat komen. Toxische elementen wat los gaat komen. Want je kunt je eigen voorstellen als jij op dit moment in een cleansing periode zit en je bent energetisch dingen uit aan het zuiveren. Als dit energetisch al heel lang in stand is en het zit in je fysieke lichaam, is het dus ook belangrijk je fysieke lichaam daarbij te gaan betrekken. En als je dit gaat doen, heb je best wel veel ondersteuning wat je nog meer kunt creëren. Nu kun je dus aartsengelen aanroepen. Nu kun je dus ook echt bijvoorbeeld met Himalaya zout de zuivering doen. Je kunt je huis cleansen door middel van salie of wierook of wat dan ook. Hè. Er zijn zoveel aspecten wat nu aan het licht gaat komen. We hebben hier ook nog onderkant dek Engel van de Aarde. Je bent een lichtwerker die naar de aarde is gekomen om je lessen over liefde uit te gaan dragen. Kijk. Ik hoop dat jullie het zien. Hele mooie kaart. En deze wil ik zo graag aan jullie meegeven. Omarm hem gewoon. Dit is voor jullie bestemd. Want de mensen die nieuw aan het kijken zijn of de video later terugkijken, die zijn allemaal hier om een reden. En daar had ik het net natuurlijk ook al over. Die reden is voor iedereen net in een ander jasje gegoten. Maar allemaal om onze energie te upgraden. En vanuit daar dus ook echt ons licht te gaan laten schijnen. En hoe jij je licht gaat schijnen, dat kan natuurlijk in elke vorm wat voor jou fijn is of bestemd is. Dan kan het voor de een zijn dat je bijvoorbeeld op een podium gaat staan en het publiek aan gaat spreken. Voor een andere kan het zijn dat je met energetische elementen gaat werken, workshops gaat geven, retreats, noem maar op. Maar alles wat daar aan gekoppeld is, is vanuit het hoogst haalbare goed. En dat is dus wat ik hier vandaag ook mee wil geven. Hè? Dat er, ondanks dat dit voor mij ook nieuw is, en nog best wel veilig nu natuurlijk op de besloten groep, het is wel nodig om weer in het zicht te gaan komen en mensen weer nieuwe elementen aan te bieden. Ik zie dat Fien er ook bij is gekomen. Leuk, gezellig. Als je een vraag hebt, stel hem gerust in de berichtenbox. Kijk eens, alles om verder je hart te herstellen. Nu hebben we natuurlijk vanuit dit leven al best wel veel elementen meegekregen. Hè? Best wel wat pijnstukken ervaren. En je kunt je voorstellen, al is een pijnstuk in je jeugd heel klein. Elke keer als daar een klein beetje bij komt, wordt het uiteindelijk toch een grote berg. En dan is het dus van belang om eerst die kleine elementen per stuk aan te gaan kijken. Om te kijken waar is het ontstaan? Waar is de conditionering gestart? Of bepaalde indrukken waardoor jij dat stukje pijn hebt ervaren. En vaak als we daarop terug gaan kijken, hè, dan kan het goed een heel klein element zijn wat heel groot geprojecteerd is onder een vergrootglas. En als we dat dan
aan gaan pakken en dat vergrootglas weg gaan nemen, dan kun je kijken wat is er dan nog over van het pijnstuk. Is het zo dat het pijnstuk die ik nu voel of heb gevoeld nog steeds zo groot is? Of ben ik eigenlijk al verder in mijn proces dat die al verkleind is, omdat ik al heel veel stukken aan heb gekeken, maar nog niet met bewustheid naar dat hele pijnstuk heb gekeken? En als we dan gaan kijken wat dan nog mogelijk is, hè? We zijn hier natuurlijk om angst los te laten, om een bepaalde herstel in te gaan zetten. En dat gaat ook allemaal wel komen, want ik voel hier zoveel vooruitgang, zoveel stromingen vanuit liefde voor jezelf, maar ook liefde de wereld weer in helpen. Kun je dus ook weer vooruit gaan, hè? Kun je weer gaan ontdekken wat er in jouw energetische pad nu mogelijk is. We krijgen de twee van staven erbij. Nog wel een afwachtende energie, dus waar wacht jij op? Waar wacht je op? Een kaartje zegt Daisy. Eind van het collectieve stukje zal ik voor jullie allemaal een persoonlijk kaartje trekken. Dus laat vooral even weten als ik je niet heb genoemd. Ik hoop dat ik het dadelijk nog terug kan kijken wie er allemaal al hebben gereageerd. Zo, nou, ze vliegen er letterlijk uit. Het is dus wel van belang dat je niet in een bepaalde verdedigingsstrijd weer gaat zitten. Hè? Stel dat er iemand op je pad komt of je voelt dat er energetisch toch nog een verbinding is waarbij je last hebt, hè, waar een pijnstuk aan zit. Ik krijg hier namelijk de ridder van zwaarden, de krachtkaart, de page van zwaarden, maar ook de vier van bekers. Dit is het proces waar we dus op dit moment in zitten. Weet dat jij heel veel kracht bezit. Je hebt alle mogelijkheden binnen handbereik. Alleen weet je nog niet helemaal precies hoe je dit vorm moet geven of mag geven. En ik zeg moeten, en dat woord gebruik ik niet heel vaak, maar het voelt voor mij dat je op dit moment echt dat duwtje nodig hebt. Even van oké, de laatste restje, je bent er echt letterlijk bijna. De verbinding tussen jou en je hogere zelf is steeds intenser. En doordat die intenser wordt, kun je dus ook invoelen van oké, dit is er nog aangekoppeld aan mij wat energetisch los mag komen. En hier ga ik ook mee aan de slag. En als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je ook een bepaalde voltooiing doen en herstel. En dat stukje herstel heeft er vooral mee te maken dat je, hoe kan ik dat zeggen? Je een soort bevrijd voelt. Nu gaan we natuurlijk, je kunt het even simpelweg denken aan een slang die zijn jasje afgooit. En als je dat jasje afgooit, ja, dan moet je je eigen weer even veilig gaan voelen in het nieuwe jasje. En dat is gewoon even weer wennen. Ik lees dat Ingrid zegt, heel veel storing hier. Telkens valt het beeld en geluid stil. Nou, maar goed dat ik dan de andere camera ook aan heb staan. Mocht deze live straks niet goed terug te zien zijn, dan heb ik dus altijd een backup. En die zal ik dan op Facebook zetten. Ik kan er niet heel veel aan doen aan de storing. Ik zit direct op de wifi aangesloten. Ik krijg hier wel elke keer een lage frequentie. Dit is voor mij de eerste keer dat ik online ben, zeg maar, via Facebook. Ik heb er met YouTube verder eigenlijk nooit geen last van gehad. Misschien als je even uitlogt en weer inlogt, dat het dan wel gaat. Geen idee. Ik ga gewoon heel even verder. Ik zal daarna ook gewoon de kaartjes pakken. Mocht dit niet lukken met dit beeldmateriaal, dan heb ik altijd een backup. Kijk, we krijgen de vijf van staven. Voelt voor mij ook wel dat je begint het nu te leren. Je begint de clue van je ontwakeningsproces nu in te zien. Hè? Je begint het nu te ervaren. Je wordt er, ja, wat ik net al zei, met dat nieuwe jasje. Ik zie dat er steeds meer. Ik kan heel even proberen om opnieuw in te loggen. Misschien dat werkt. Geen idee of dat lukt. Ik ga proberen. Ik ga even weer eraf. En dan probeer ik weer om nieuw online te komen. Hop. Dat het nu gaat lukken.
Ik ben even via mijn telefoon nu online gegaan, dus ik hoop dat het nu wel allemaal goed gaat. Ik kan dus nu ook echt niet zien wie er online is of dat er iemand online komt. Dus laat vooral even weten als je er bent. Ik zie wel dat er weer mensen binnenkomen, dus ik hoop dat het nu goed gaat. Ik ben even dus overgeschakeld op mijn telefoon. Als het goed is, gaat het nu weer goed. Lang leven de techniek, lang leven ik en techniek. Ik doe mijn best. Ik heb hier ook weer trage verbinding, dus ik denk dat het gewoon ook echt aan YouTube of aan Facebook zelf een beetje ligt. Even kijken. Ik heb geen idee. Nou, ik hoop dat het nog gaat lukken voor anderen. Ik krijg ook andere berichtjes. Nou, mocht het zo lukken, ik heb anders altijd het beeldmateriaal nog via de andere camera. Oh, dus we gaan gewoon even verder. En mocht het niet op beeld lukken, dan probeer ik gewoon sowieso de kaartjes nog gewoon zo te trekken. We krijgen er 7 van bekers erbij. Nu is het natuurlijk best wel een comfortzone waar je uit aan het stappen bent. En een bepaald idee waar jij naartoe aan het gaan bent. Wat nodig is om jou in die vernieuwing te gaan krijgen. De 7 van bekers voelt voor mij in dit opzicht ook wel dat er heel veel mogelijkheden zijn. Maar je ziet ze zelf nog niet allemaal. En dat is helemaal niet erg. Want al zie je er maar 1, dat is al voldoende, hè. Dat is het belangrijkste. Maar stap voor stap, wil het niet te groot aan gaan pakken. Want als je het te groot aan wil gaan pakken, dan kan het dus ook zomaar zijn dat er elementen niet in het zicht gaan komen. En als je die niet in het zicht krijgt, dan kun je je eigenlijk ook voorstellen dat je stappen overslaat. Hè? Dat je bijvoorbeeld, hoe kan ik het zeggen? Ik zie namelijk een doodlopende straat die bereikt kan worden. Maar er zijn meerdere wegen die daar naartoe leiden. Dus loop gewoon even een ander pad en je zult wel weer nieuwe inzichten krijgen. Het heeft allemaal met jouw ontwikkeling te maken op liefdesvlak. Hè? En ik zeg liefdesvlak, maar dat wil absoluut niet zeggen dat dit op het romantische stukje is. Dit is echt jouw eigen ontwikkeling. Je ontwikkeling, hoe jij dingen kunt gaan ontvangen. Hoe jij nieuwe inzichten mag krijgen over hoe kan ik mijn hart openstellen? Hoe kan ik het hoogst haalbare uit mijn leven halen? En dan in de grootste en mooie vorm. Hè? Niet in de zin van waar conditioneringen op liggen of waar last op ligt. Want ik voel wel een bepaalde zwaarte. Dus het gaat erom dat als jij nieuwe inzichten gaat krijgen, hoe jij nu in dat nieuwe jasje ook kunt comfortabel kunt gaan leven. En comfortabel leven bedoel ik dat je het leven omarmt zoals hij is. De pijn die erbij hoort, dat je die kunt accepteren, maar ook transmitteren. Waardoor je hartchakra dus vrijheid gaat krijgen. En vrijheid krijgen kun je dus ook nieuwe energie toenemen, hè? Kan je nieuwe inzichten krijgen. En dat is ook het stukje synchroniciteit waar ik het eerder over had. Dat je gewoon niet alles nog ziet. Er zit ergens nog een stukje tussen. Ik zie wel dat ik op dit moment zie ik geen berichten. Ik zou ook echt niet weten hoe ik dit moet zien. Ik zie wel dat er mensen aan het kijken zijn. Dat is superleuk. Ik hoop dat ik iets in heb gesteld dat het wel kan. Dus mocht je kunnen antwoorden of iets eronder schrijven, laat het vooral even weten. Kijk, dit is waar we dus nu de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. En doordat we dus door die schaduwelementen heen zijn gegaan, krijg je ook ruimte, hè? Krijg je ook die vrijheid weer terug. En dan kun je ook voorstellen dat dat oude jasje die dus niet meer paste,
afgegooid gaat worden en je kunt naar die verlichting toe. En alles om jou in dat nieuwe vaarwater te krijgen. Maar de keuzes liggen wel dicht bij jouzelf. Voel vooral waar jij een knoop in door kunt hakken. Nu hebben we natuurlijk net al deze kaarten gehad. Ik hoop dat ik ze goed in beeld krijg. Aartsengel Michael en maak jezelf schoon. Vooral schoonmaken van energie van anderen. Want doordat je gevoeliger wordt, kun je je eigen ook voorstellen dat je auraveld verder open gaat staan. Hè? Sommigen zijn niet goed gegrond. Dan heb je eigenlijk, je auraveld is hier zo. En dan heb je gaten erin. En dan kan nog de energie van een ander jou gaan bereiken. Dus het zou zomaar kunnen zijn, omdat jouw hoogsensitiviteit of gevoeligheid groter aan het worden is. Of uit aan het breiden is. Dat je dus ook energie van anderen op gaat pikken. En hier mag je dus mee aan de slag de komende periode. Als je daarmee aan de slag gaat, zul je ook merken dat er een rust in jou gaat komen. Want je hebt alle kracht om oneindig hier doorheen te komen. Maar het is wel zo dat het aan jou is om dit ook te kunnen verwezenlijken natuurlijk. Het is jouw eigen vrije wil om de 10 van bekers weer te kunnen creëren. Dit is voor iedereen weggelegd. Alleen is het zelf aan jou of dat je dit gaat omarmen of niet. Voor sommigen zal het zijn dat er eerst dit nodig is om dit op te schonen. Een stukje schaduwzijde. En dat dan dit pas kan komen. Voor sommigen kan dit al aan de orde zijn geweest. Maar door bepaalde omstandigheden is dit niet meer in beeld. Denk dan aan een verlies van een dierbare of wat dan ook. Waardoor jij dus niet meer comfortabel in die stabiliteitsfase staat. Maar het geluk gaat wel weer naar je toe komen. Dat komt omdat er ook weer de aas van zwaarden actief is. Nieuwe ideeën, nieuwe helderheden, nieuwe inzichten. En vanuit daar kun je dus ook opnieuw gaan. Je kunt opnieuw in gaan voelen wat het voor jou betekent. Soms heb je ergens al eerder, omdat je jonger bent natuurlijk, een bepaald beeld gecreëerd van, oh, dit wil ik dat mijn leven zo gaat vormgeven. En dan zit je in dat hele proces van je leven bewandelen. En in één keer komt er dit op je pad en dan dat weer op je pad. En dan heb je zoiets van, daar wil ik niet mee te maken hebben. En dan is in één keer dit beeld in één keer weg. Dat je denkt van, oké, en nu? Hoe kan dit nu in één keer geen werkelijkheid meer zijn? Dit komt omdat je weer op een tweesprong staat. Op een stuk waarbij je keuzes mag gaan maken. Waarbij je inzichten gaat zien van, is dit een schaduwzijde of wil ik het ware geluk? Het kan voor sommigen ook echt zijn van, is het kiezen tussen het toxische of het gezonde? Nu is het zo dat eigenlijk iedereen die uitzuivering mag gaan doen, hè, of al mee bezig is. En die uitzuivering doel ik dan op karmische stukken doorlopen, ontkoppelen van energie wat niet van jou is of situaties wat niet bij jou hoort. En als je dit ontkoppelt, zul je ook merken van oké, als ik dit ontkoppel, dan krijg ik meer ruimte om te ademen, me vrijer te voelen, mijn hart verder open te stellen. En door conditioneringen of gedachtenpatronen van anderen, het kan bemoeizuchtig zijn. Het kan ook zijn dat anderen zoiets hebben van, maar ik vind dit. Ja, maar als jij het anders voelt, dan is het jouw waarheid die daarin meedenkt. Hè? En niet de waarheid van een ander. Want het pad wat voor jou uitgestippeld is, hoeft niet het pad van een ander te zijn. En als dat pad anders is, dan is het natuurlijk aan jou van, oké, ik ga daar zo mee om. En ik blijf bij mijn waarheid. Ik blijf bij mijn standpunt. En ik baseer daar mijn toekomst op. Kijk eens, want hier gaan we dus allemaal naartoe. Ik ga eens even kijken, want ik zie wel dat er opmerkingen binnenkomen. Maar ik krijg ze niet hier in beeld. Dus ik zie dat er mensen proberen iets door te sturen, maar ik krijg het niet op beeld. Dus sorry daarvoor. Ik krijg het ook niet op mijn laptop. Ik heb net al gekeken of dat ik via mijn laptop wel online kan. Of in ieder geval in zicht kan zijn. Maar dat lukte mij ook niet. Nu
durf ik hier verder even niet op te drukken. Want dan ben ik bang dat ik deze live op... Want de computer en mijn telefoon staan toch ergens met elkaar in verbintenis. Dit is waar we naartoe gaan. Eigenlijk weer die onbevangenheid voelen. Hè, van er klaar voor zijn om dat diepe in te springen. Al is dat spannend, al is dat eng. Toch gaat dit weer komen. Toch kan dit ook weer... ontvangen worden door jou. En het is natuurlijk heel moeilijk als je best wel veel diepgang hebt gehad om weer iets nieuws te ontvangen. Dat snap ik. Maar elk stapje wat je daarin zet is al belangrijk. Kijk, elk stapje waar jij die vernieuwing gaat pakken, zul je merken van oké, dit is voor mij bestemd. Hier kan ik op doorpakken. En verder, hoe en wat, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Als het voor jou in ieder geval goed voelt. Hè? Want dat is het belangrijkste. Het moet voor jou goed voelen. Want als het voor jou niet goed voelt, dan ben je die verbinding kwijt. Het gaat erom dat jij het voelt van binnen. En heb jij zoiets van, ik durf de diepe in te springen. En anderen zeggen van, oké, ik zou het niet doen. En jij voelt van, ik moet het wel doen. Of ik mag het doen. Doe het dan ook. Want dan is het nu ook jouw tijd om dit te gaan doen. Ondanks dat dit ook misschien een wig kan plaatsen tussen jou en een ander. Dat kan altijd natuurlijk, hè? Want we krijgen dit onder de vier van bekers. Sommigen willen jou kleiner houden. Kleiner houden als wie je werkelijk bent en hoe groot jij ook mag zijn. En jouw licht verder uit mag stralen. Want jouw licht die zal veel mensen gaan bereiken. Maar dat kan dus ook zijn dat er mensen zijn die jaloers zijn of het jou niet gunnen. Dat zijn vaak mensen die vanuit boosheid of angst nog leven. En probeer je eigen daar niet te veel van aan te trekken. Want wat hier op tafel ligt is een behoorlijke vrijheid. Is een mogelijkheid om te gaan ontwikkelen in een hogere vorm. Waarbij je ook dankbaarheid meer gaat omarmen. Nieuwe inzichten gaat krijgen. Vooral de connectie gaat leggen met jouw hogere zelf. Een stukje heling is daar dus een onderdeel van. En als we dan gaan kijken naar waar we het eerder al over hadden gehad. Hè, de aartsengel Michael samen met de kaart Maak Jezelf Schoon. Dat geeft toch wel aan dat ons energieveld verder schoon mag worden gemaakt. Hè? Energie wat niet meer bij ons hoort, dat mag ontkoppeld worden. En als je dat voor elkaar krijgt, wat ik al aangaf, dat kan door middel van meditatie zijn. Nou ja, op YouTube heb je heel veel begeleidende meditaties daarvoor. Dan zal dat allemaal veel fijner en makkelijker Het kan voor jou allemaal veel makkelijker zijn dan dat je het misschien nu ervaart. Ik pak hier nog wat kaarten bij. Kijk eens. Gun jezelf een moment om weer terug in je energie te komen. Je hebt het nodig. Ben een paar dagen vrij. Nu heb ik het straks al over gehad. Voordat ik dus even weer niet meer in de live zat. Had ik het natuurlijk al over dat het zo belangrijk is om je eigen bubbel te pakken. Om weer even terug in je eigen energie te gaan. Omdat als jij verder je energie open gaat stellen. Hè, omdat je gevoeliger bent. Omdat je energie kunt ervaren van anderen. Probeer je dus dan ook echt te ontladen van die energie. En we hebben erbij innerlijke liefde. Door eerst volledige liefde in jezelf te ervaren, trek je pas ware liefde aan. En dit is wat waar ik het zojuist over had, hè? Met die aas van bekers. Dat het begint bij jouzelf. Die stabiliteit, het ontvangen, het uitstralen, het creëren van nieuwe intenties, nieuwe energie. En de onderkant dek hebben we snelheid. Deze situatie verandert in een snel tempo. Ga mee met deze stroming. En er is een gigashift aan de hand. Weer krijgen we hier waag die sprong. Net zoals hier met de voelkaart. Hè? Je mag onbevangen een nieuwe sprong gaan wagen. Stap uit je comfortzone. Comfortzone, zoals ik hier al zei met de twee van zwaar of staven. Een beetje die afwachtende energie. Waar wacht je op? Jouw pad ligt hier klaar. Jij mag nu verder gaan ontwikkelen. Jij mag verder je licht gaan stralen. En als je dat durft, want het is ook wel een stukje lef hebben, dat het ook lastig is om het te durven misschien.
Maar van de andere kant voel ik wel dat je daar overheen stapt. Dat als mensen een weerwoord gaan geven of misschien in je directe kring, hè, je ouders of je vriendin of je vriend of je zussen, broers, lieve vrienden, die zoiets hebben van ja, maar. Ja, wat nou ja, maar? Jij voelt het toch? Ga ervoor. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Ik pak nog even een engelenboodschapkaart. Oh, nou, die is heel snel. We hebben einde, engelen van begin. Om deze verandering in je leven werkelijkheid te kunnen laten worden, is het nodig het oude af te sluiten en los te laten. Nou, precies waar het eigenlijk de hele tijd al over gaat. Het oude jasje uitgooien, een nieuwe omarmen en vanuit daar ook doorpakken op je pad. En als heb je niet het volledige zicht waar het naartoe mag gaan, je wordt begeleid. Je krijgt boodschappen door, je wordt letterlijk op handen eigenlijk gedragen in deze situatie. Alleen is het wel aan jou, zie je het in? Zie je het in? Weet je het hoe je het mag ontvangen? Want het stukje ontvangen blijft echt een ding voor heel veel mensen. Als je weet hoe je het kunt ontvangen, dan pak het met beide handen aan. Als je dat lastig vindt, ga dan eens kijken waarom jij het lastig vindt. Wat zit er voor het stukje waarom je iets lastig vindt? Er is dan een blokkerende energie en het is juist belangrijk om die blokkerende energie dan te ontkoppelen. Maar wat ik hier op tafel zie, je wordt ondersteund, je hebt de begeleiding. De keuzes liggen nog altijd in jouw eigen handbereik natuurlijk. Een stukje schaduwzijde aankijken. En vanuit daar kun je de wijde wereld weer in. We krijgen hier ook nog reizen, engelen van ontdekking. Het is tijd de wereld te ontdekken en deze vanuit een nieuw perspectief te leren kennen. Dus dat is wel een duidelijke boodschap waar deze reading mee te maken heeft. Ik vind het heel erg jammer dat ik dus niet de tekst op dit moment erbij kan zien wie er heeft gereageerd of niet. Ik zal zo meteen even op Facebook nog een berichtje zetten wie dan een persoonlijk kaartje zou willen ontvangen. Dan zal ik dit alsnog verzorgen. Sorry dat de live dus storingen heeft gehad. Eerste keer, ik heb hier verder alles ingesteld zoals het zou kunnen. Ik kan er niet heel veel aan veranderen. Misschien dat het aan Facebook zelf ligt. Geen idee. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken dat jullie er zijn geweest. Leuk voor de eerste keer. Mocht je het leuk vinden als ik dit vaker doe, hopelijk met beter beeld. Laat het dan vooral nog weten. En dan zie ik jullie heel graag op een ander moment weer. Doei doei, fijne avond!